Hi, hij is hier. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 20. En het is van maandag 13 mei tot en met zondag 19 mei. En als ik aan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het stier alsof je eigenlijk bepaalde gevoelens hebt die je voor jezelf nog niet zo goed kan neerzetten. Het kan ook zijn dat je het misschien zelf nog niet zo goed in de gaten hebt, dat er bepaalde gevoelens zijn waar je dwars tegenin gaat of dat het iets is waar je eigenlijk iets mee moet doen. Je voelt je soms een beetje aangevallen, terwijl het nog niet zo hoeft te zijn. Probeer op het moment dat je denkt dat er iets niet lekker loopt of dat er iets met een bepaald persoon of een situatie niet helemaal goed loopt, probeer daar ook met liefde naar te kijken en wat jij er zelf als liefde kan doen. En misschien heeft het ook wel alleen met jezelf te maken, dat je eigenlijk jezelf niet genoeg op waarde schat of dat je jezelf misschien wel onderschat over wat je wel of niet kunt. En dat je daar een bepaald zwaar gevoel van krijgt. En probeer ook naar jezelf met zelfliefde te kijken en wat je daarvoor nodig hebt. Probeer eigenlijk iedereen waarmee het niet lekker loopt, ook te bekijken waarom mensen dat doen. En natuurlijk is het zo dat het niet altijd even prettig is, maar mensen hebben vaak wel hun eigen beweegredenen. Je hebt ook wel eens een dag gehad wat het niet zo lekker voelt en dat je dan achteraf denkt, oeh, dat had ik wel anders kunnen brengen. En misschien als je die iemand daarop aanspreekt of die persoon waarmee je daar tegenaan loopt, die persoon inderdaad zegt van nou, je hebt er helemaal gelijk in en dit en dit en dit is de reden. En dat je dan misschien ook een stukje begrip kan tonen of ook een stukje begrip naar jezelf kan tonen als er iets is wat niet helemaal lekker loopt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.